Een rondje Valserberg vandaag. Met 322,4 meter is de Valserberg het hoogste punt van Europees Nederland. Niet van heel Nederland. Want in het Caribisch gebied, het eiland Saba, is een berg die is 887 meter hoog. Dat is Mount Scenery. Maar we gaan nu wandelen, de Valserberg omhoog. Op de Valserberg staan twee uitzichttorens. Achter mij de Wilhelminatoren, dat is de oudste. In 1905 is die gebouwd, maar dat exemplaar is al lang afgebroken. Deze stamt uit 1951. Dit heuveltje hier, dat zijn de resten van de landweer. Dat is een 14e eeuwse grensmarkering van de Vrije Rijksstad Aken. Het bekende en vaak gefotografeerde drielandenpunt met de drie grensstenen. Duitsland, België en Nederland. En bij Nederland staat hier grenssteen nummer 1. Dat is de eerste van de 369 grensstenen op de grens van België en Nederland. Dit is de tweede uitkijktoren, de Belgische Boudewijntoren. De eerste dateert van 1970. Het huidige exemplaar is 50 meter hoog en is gebouwd in 1994. De drie grensstenen daarachter, die zijn vooral voor de toeristen, voor de foto's. Maar dit is het echte drielandenpunt. Een drielandenpunt, maar de weg naar boven, dat is de Viergrenzenweg. En waarom is het de Viergrenzenweg? Omdat het vroeger een vierlandenpunt was. Van 1830 tot 1919 bestond hier namelijk een mini-staatje, neutraal Moresnet. Dat liep in een taartvorm hier zo naar beneden, tot onder een geuldal. Wat was namelijk het geval? Pruisen, Nederland en later ook België wilden dit stukje land ontzettend graag hebben vanwege de rijke voorraden zink in de bodem. En zink dat leverde ontzettend veel geld op in die tijd. En daar hebben ze bij wijze van compromis hebben ze dat mini-staatje gevormd. Een mini-staatje dat ook bekend was als een gokparadijs. En in 1919, na de Eerste Wereldoorlog, heeft België het ingepalmd. Hieronder, de Valserberg, loopt een spoorwegtunnel. 870 meter lang is die. Die is in 1872 aangelegd en is onderdeel van de spoorlijn tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. In het begin van de 20e eeuw was hier bovenop de Valserberg een vliegveldje, echt een vliegveldje, maar dat in 1932 hier een vliegtuig verongelukte van de Marine Luchtvaartdienst, hebben ze het vliegveld weer gesloten. De weg van Vaals naar Gemmenig en naar de grensovergang hier voert via de pas van Wolfhaag. In 1934 werd de Loerderskapel hier achter mij gebouwd.
Deze Mariakapel is waarschijnlijk het hoogst gelegen godshuis van Nederland. Het ligt op een hoogte van 289 meter boven NAP. En de beelden achter mij, die zijn waarschijnlijk ingepakt voor de koude winter die niet gekomen is.